Het is je waarschijnlijk al eens overkomen, je geeft les over een gevoelig onderwerp, er gebeurde iets in de actualiteit, of je loopt simpelweg over de speelplaats en je hoort een leerling zeggen: Joden zitten in een complot tegen de wereld. Hitler had beter zijn werk afgemaakt. Of holubies zijn vies en tegennatuurlijk. Of iets heel anders. Die vluchtelingen mogen sterven daar op de Middellandse Zee. Europa zit toch al vol. Bam. Een uitdagende uitspraak. Wanneer zo'n uitspraak valt, gaat er wellicht van alles door je hoofd. Reageer ik? Ik heb eigenlijk helemaal geen tijd om hier nu op in te gaan. Als ik reageer, maar hoe dan? Weet ik wel genoeg over deze thema? En wat als ik iets fout zeg? Als dat mijn autoriteit ondermijnt? Is er genoeg veiligheid? Wat als het uit de hand gaat? Mijn klas wel terug onder controle krijgen? Wat als ik iets kapot maak? Is mijn klas wel klaar voor de leerlingen mij bij een eventuele misstap beginnen filmen? Dus je doet gewoon alsof je het niet gehoord hebt en je gaat verder met de les. Je negeert de uitspraak. Beter niks zeggen dan iets fout zeggen, toch? Dat noemen we handelingsverlegenheid. Als leraar niet goed weten hoe je met een bepaalde situatie moet omgaan, twijfelen tussen handelen of niet handelen, omdat er zoveel vragen en afwegingen door je hoofd gaan. En dus uiteindelijk maar niks doen. Misschien heb jij geen last van handelingsverlegenheid, maar wel van deze gedachte. Ik mag dat echt niet tolereren. Op onze school hebben we respect voor elkaar. Wat jij zegt klopt echt niet hoor. Of wat een onzin. Waar halen die leerlingen dat vandaan? Ik moet ze corrigeren. En misschien hoor je jezelf tegenargumenten geven om je leerlingen van hun standpunten af te brengen. Dat noemen we handelingsdrang. Bij handelingsdrang voel je als leraar vooral de nood om te handelen. Je wil bepaalde meningen vooral afblokken en leerlingen de juiste mening aanleren. Bij handelingsdrang leren leerlingen eigenlijk vooral dat er geen ruimte is voor hun mening in de klas. Ja, ze zullen misschien zwijgen, maar alleen omdat jij je gezag gebruikt. En niet enkel over dit onderwerp, maar misschien ook over toekomstige thema's. En dat is eigenlijk niet zo'n gezonde situatie. Want hun mening of uitspraken worden zo niet in vraag gesteld. En net daar liggen heel veel pedagogische kansen. Bij handelingsverlegenheid, wanneer je de uitspraken gewoon negeert, laat je die kansen ook liggen. Ook dan leren ze hun manier van denken niet in vraag te stellen. Bovendien krijgen de leerlingen de indruk dat het oké is om zulke uitspraken te doen. Ze worden daarin bevestigd, omdat jij de uitspraken niet begrenst. En zoiets komt de veiligheid van je klasklimaat niet ten goede. En door te negeren of simpelweg te corrigeren, ga je niet met hen in dialoog. Terwijl in dialoog gaan met anderen, leren luisteren naar elkaar, maar ook een eigen mening leren vormen en verwoorden en constructief van mening verschillen, net belangrijke vaardigheden zijn binnen burgerschap en het leven. Handelingsdrang en handelingsverlegenheid zijn dus vaak voorkomende en heel normale reacties, maar ze hebben vanuit pedagogisch oogpunt geen fijne gevolgen. Zowel negeren als corrigeren is menselijk, maar niet wenselijk.